Op de drukste momenten 4 stoptreinen en 2 intercities per uur tussen Assen en Groningen. Het liefst wil de NS die dienstregeling invoeren voordat de ombouw van de ringweg Groningen begint. Wij denken dat dat een mooi moment is om met de extra pendel te beginnen tussen Groningen en Assen. Wij zijn wel afhankelijk van hele verbouwing op station Assen ook. Daar moet nog het nodige gebeuren om het mogelijk te maken. Maar ik hoop dat medio 2016 we kunnen gaan rijden. Misschien ietsje later, maar we zetten wel de vaart erachter. Want ja, voor de mensen die nu over de ringweg moeten, is het best belangrijk dat ze straks met de trein kunnen. NS krijgt de taak om automobilisten uit de auto in de trein te krijgen. Als 6 treinen in de spits een succes zijn, is dan invoering over de gehele dag mogelijk? Buiten de spits hebben we natuurlijk minder aanbod. Er zijn wel een paar nieuwe ontwikkelingen, zoals het behoud van de OV-studentenkaart, waarin ook gezegd wordt nu dat meer buiten de spits gereisd moet gaan worden door studenten. En ook de mbo-studenten zullen waarschijnlijk een treinkaart krijgen. Dus dat geeft ook weer verschuivingen in de reizigers. Maar dat houden we natuurlijk heel goed bij. De voorbereidingen voor de sloop en nieuwbouw van station Assen zijn inmiddels gestart.